Het nieuwe tracé van de treinen kruist hier het bestaande kanaal en een bestaande duiker. Om deze kruising mogelijk te maken moest hier een nieuwe brug worden ontworpen die over het kanaal en duiker gaat. De bestaande duiker wordt voor een deel gesloopt. In overleg met de eigenaar van het kanaal is het ontwerp van ProRail door ons verder uitgewerkt. We hebben hier voorgesteld om het kanaal even breed te maken als de breedte van de duiker. Hiermee hebben we een kleinere brug ontworpen zonder steunpunt in het kanaal. Voor de rest bestaat de constructie uit een fundering van prefab palen, aan weerszijden van het duiker en kanaal landhoofden en prefab brugdekliggers. Het kunstwerk heeft als doel om de kabels die er onderdoor lopen te beschermen tegen de grote druk uit het treinverkeer. De constructie bestaat uit hekcombinatiepalen, dat zijn schroefpalen met een kern van een prefab betonpaal, een funderingssloof en daaroverheen prefab brugdekliggers waar de treinen straks overheen gaan rijden. Het kunstwerk heeft als doel om de kabels te beschermen tegen de grote druk uit het treinverkeer. De constructie bestaat hier uit twee overspanningen, waarbij de fundering weer bestaat uit een hekcombinatiepaal, dat is dus die schroefpaal, met een prefab betonnen paal als kern, een funderingssloof en prefab brugdekliggers. Belangrijk detail bij dit ontwerp was de aanwezigheid van een bestaande gasunisinker op min 15 meter NAP. De paalfundering mocht niet in een cirkel van 5 meter in de buurt van de leiding komen. Dit is meegenomen in het 3D-model en dat zie je als een rode cirkel in het model. Zo Simone, we staan hier bij het project Westhaven. Wat is jouw rol precies? Mijn rol is die van omgevingsmanager. Wat doet een omgevingsmanager? Ik ben gestart met het inventariseren van de stakeholders in de omgeving, van de hinder die wij potentieel maken en het opstellen van een DLPC-plan. En die dingen gecombineerd is er een communicatieplan uitgerold waar allerlei acties uit voortgekomen zijn. En met hoeveel stakeholders heb je wel niet te maken gehad? Met best veel en ook zeer divers. 6 grote stakeholders, dat zijn grote bedrijven hier in de buurt met ontzettend veel vrachtverkeer waar we rekening mee moeten houden. Die allemaal rijden op de Nieuwe Hemweg. Ongeveer 150 minder belangrijke stakeholders, kleine bedrijven in de omgeving. En een grote belangrijke stakeholder zijn de fietsers en rolverkeer die hier op het fietspad rijden langs ons project. En wat is eigenlijk het beste wat je behaald hebt in dit project? Nou, er zijn heel veel successen te noemen, maar één hele leuke, daar staan we nu. Dat is de afsluiting van het fietspad, een adviesroute, zodat de brom en de fietsers op een veilige omleidingsroute worden geleid en ons vrachtverkeer en deze fietsers elkaar niet kruisen tijdens het werk. Mooi, dankjewel. Vertel eens, wat ben je hier aan het doen? We zijn hier alle droogstof aanbrengen voor de Westhaven, voor het portfolio. Oké. Okay. En doe je samen met je collega? Ja, Bart en Mark ook. Alle drie de grote kranen van Dekker, zeg maar, die... Heel mooi. Ja. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Hey, wat zijn nou nog specials hier op het werk? Zijn er nog speciale risico's of zeg je het is... Kijk achter je. Waterkanaal. Daar moet je eigenlijk niet te komen, een vrij diep strandhak. Ja. Aan de andere kant de spoor. Oh ja. En hier en daar heb je nog wat kabels, maar dat is goed aangegeven. Dus ja. Daar, ja, en als goed is, ga je alleen maar omhoog, toch? Ja. Dus dan. Er moet straks nog weer wat ontgraven worden. Oké. Het kabel slaan we al. Nou, helemaal goed. En heb je verder nog wat moois te melden over dit project?
dus even lekker doorleven. Ja, nou, helemaal goed. Maartje en Marco dat ook hartstikke leuk vinden. Goedemorgen Bas. Morgen. Lekker bezig hier? Ja, heerlijk. Ja? Lekker aan het scheppen. Ja? Echt aan het scheppen, heb je dat gevoel hier? Ja, we zijn lekker aan het scheppen. Ja? En doe je alles op GPS hier? En nog een beetje een controle of? Ja, buiten wordt er ook nog wel eens wat uitgezet. Alles is mooi als je wat maakt, is het wel net mooi. Dat klinkt hartstikke goed.